zit er wissel van voor, hè? Kom op. Ja, dus kampen. Zie je, Jelle. 35 kilometer. Ja, 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 daar gaan ze. Hoppa, in kamp. Laat lopen. Ga lopen, netjes. Zo met die Timton Teutenberg die mee zit. Op dit niveau. Maar je ziet wel echt dat de keuze van renners echt... Oh, die gaat die klappen in. De uitslagen ook veranderd zijn. Terwijl we hier weer zien echt een sterke renner, hoor. Ja, Jelle gaat. Ja, Jelle Johanning, die zet de brommer even open. Hoppa, bij kampen. 30 kilometer te gaan. Dan weet je gewoon één ding. Sloop ze. Je zet er, sloop je gasten van Metek. Of een coureur of een ploegmaat stuur je vooruit. En de jongens die lekker explosief zijn. Nee, toch dat jasje uitgedaan. Ja, dan moet je gewoon even kunnen herstellen. Je moet kunnen eten, ja. En ik heb het gevoel dat hij het laat gaan dan. Oké, Abraham is ook weer terug. Neutraal, vragen waar we wedstrijdleiding volgen. Neutraal, vragen waar we wedstrijdleiding volgen. Kijk, Niklas is dus ook goed, hè? Ja. Ik heb hem bij ons in de ploeg binnen zien. Maar school, moment dat je zo kunt, denk ik. 3 à 4 kilometer lang karavaan. Straks op de smalle stukken. Dus we gaan bent, en je ziet hier, heel hier nog heel lang deze kant op. En het moment dat we naar links gaan. Van Han Vaanholt heeft DSM. Dit is wel wat we moeten laten zien hier als pro-team, dat we gewoon zo die wedstrijd aanvliegen. Nou ja, maar ook het onzichtbare werk van Andreas en van Thomas. En Johan heeft pech gehad. En dat zijn de namen die niet vraagt. Als Dietema uit Zwolle in het verleden een verdienstelijk coureur. 100% reed onder andere voor de opleidingsploeg van BMC. Daar zijn je verreter, hè? Ja, volgens mij nog een keer Parijs-Roubaix wordt gereden. Ja. Echt? Bij Parijs-Roubaix, 121. Ja, die kon echt heel hard fietsen, zeker. Nou, maar hij kan niet alleen hard fietsen. Maar hij en maakt vandaag ook zijn debuut als ploegleider bij deze ploeg. Dat doet hij vandaag samen met Rob Lammering. En niet onverdienstelijk, hè? Niet onverdienstelijk. En hij gaat dit jaar kijken of die rol als ploegleider ook iets voor hem is. Nou, dan heeft hij wel een hele goede naast zich zitten. Ja, jongens, niet knippen. Wat een klas was. We get to the second loop, 14 seconds. Kom op, doe het met een aanval. Niklas. En dan straks Jelle als iedereen dood is eroverheen. En lijkt me een beetje al in de man te zijn. Hij heeft hem nog niet dicht. Nee, hij krijgt hem niet dicht. En daarachter stoppen ze. Ja, wat ook lukt, overigens. Maar ik denk dat dit niet dicht. Hij krijgt hem niet dicht. Hij gaat niet dicht krijgen. Kom op! Als je hem kraakt... Kom op, Niklas, kom op! Hij kraakt hem. Kom op! Hij kraakt hem. Kom op! Maar goed, toch weer teruggepakt met peloton. Martijn is wel klaar. Goeie aankoop, Bas. Goeie aankoop. Dennis Dynamite. Come on, Niklas. En hier krijg je hem straks op de kant, hè. En dan moet Jelle de overstap maken. Als ze gaan. Oh, jij wilt hem al mooi maken, jij. Nee, maar ze gaan nog komen natuurlijk, hè. Ze gaan erachter organiseren. En dan moet Jelle mee. En... Wie gaat het gat durven dichtrijden, dan? Ja, Metek. Metek en Trek. Mooi. Kom op, Niklas. Achterin deze groep de jongens gewoon afwaaien. Ja. Ze kijken naar elkaar. En Jelle alles controleert dan. Dropped out of the first group, number 12. Okay. Hier is 12, Martijn. Breda. Kom op, Jelle. Jelle kan ervoor zorgen dat Niklas kan winnen. Dat hij het gevoel heeft. Uit het boekje. Kunnen we die even laten herhalen? Niklas Pedersen. Kom aan, Niklas. Die naam hebben we nog niet zo heel vaak gehoord in Nederland. Dat is 14 kilometer. Het gat is nog wel echt aan het groeien. Het is nog zo'n 14 kilometer te gaan. Dat dicht te proberen. Is een record solo? Jawel, hij is gewoon een hele sterke renner. Dus hij is natuurlijk, hij lijkt een sprinter, maar hij is meer dan dat. Ga ik dan een mannetje opofferen of ga ik mezelf vooral... Kom aan, Niklas. Zijn vriendin is kijk, hè? Oh, dat is. Zijn vriendin is. Ik wist niet die vriendin had. Wat? Ik wist niet hij vriendin. Ja. Zijn vriendin is met de auto naar Denemarken of van Denemarken hier naartoe getogen. Geweldig. Oh, dat is de motivatie vandaag. Oh, toch. Dat is leuk. Hier is het ook helemaal stil. Mooi. Ik had van Mechelen tegen Jelle Johanning van joh, ga daar eens even weg, want je bent aan het storen. Maar ja, dat is ook direct. Nee, joh, netjes Jelle. Dat is ploegspel.
is mooi. Proberen om de boel tot ontregelen. Tuurlijk. De achtervolging te verstoren. Dennis, oh, daar gaat de volgende, andere kant. Het is een supermooie trap. Hij is heel goed zijn bovenlichaam aan het werken, maar dat wil niks zeggen. Oh, Jelle pareert ze allemaal. Heerlijk. Allemaal. Heerlijk. Ja, 25, 27 seconden. Het loopt eigenlijk alleen maar op en dat moet een goed gevoel geven. Ik ben ook benieuwd hoe het in de auto is bij TDT. Nou, we zijn heel rustig. Heel kalm, heel kalm. Dan, in zijn eigen stad de koers winnen. Ja, ik durf voorzichtig te zeggen dat ze daar al voorzichtig... De finish is at de finishlijn. Het moet heel gek lopen. Eigenlijk kan het alleen pas. Kijk maar, jongens. Je kunt winnen en je kunt winnen. Hè? Maar dit is wel de koers in de knoop gooien. Hè? Dit is, zeg maar, als je de definitie van de koers in de knoop. Ja. En die dan de benen stil houdt. We throw the race in de knoop, hè? Ik heb at this moment 30 seconds. Want aan de rechterkant zo het hele TDT-feestje compleet maken. Want er zijn genoeg renners voor het hele podium. Last 2K voor de Peter Pedersen, TDT Winnipeg. Ik zei het al, zonder Kurt kleurt lichtblauw. Hij kan zijn feestje gaan vieren. Yeah! Oh! Woe! De second group, we return to the Niklas weg. On the way to the finish line. Wow, kijk jongen. Hier de finish line to the left. Jelle gaat. Vroeg aangaat hier aan de rechterkant van de weg. Hij krijgt daar Tim Thorn Teutenberg in zijn wiel op de hers. Ik zei het al, hij is zo sterk. Hij gaat gewoon ver hoor, Johanink. Hij is ijzersterk. Daarachter, ja, weet je, ze zitten in zijn wiel en dan moeten ze er nog over. Ja, en er wordt wel gesprint op dit moment voor de tweede plek. Ja, Vlad van Mechelen is dit en Simon de Heers. Het is Vlad van Mechelen, nee, het is Simon de Heers die twee wordt. Vlad van Mechelen 3 en dat betekent dat er een volledig buitenlands podiumtje is in de Ster van Zwolle. En ik denk dat dat nog nooit eerder voorgekomen is. Maar ik stop ermee jongens, ik stop ermee. 1 op 1, potverdorie. Vader van Bas Tietema hier op de rug. Gewoon staat mijn vader weer met zijn neus bovenop met te knuffelen met Josse. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja,